club van 3. Ik heb een club van 4 gevonden en we hebben er eens over gepraat en... Waarover gepraat? Wij hebben besloten dat we naar buiten willen om mijn sneeuwdaglijst af te werken. Dus nu hebben we 4 stemmen tegen 3. De meerderheid beslist... Wel, als dat is hoe jullie de dag willen doorbrengen. Toch wel een beetje jammer, want... Ik weet toevallig hoe fijn Sharon het vindt om voor een warme open haard te zitten met fijn gezelschap en chocolademelk. Dit raakt iets wat heel diep van binnen zit. Hugo. En ik weet ook dat het Piet nooit zal lukken om niet te zeggen tegen koekjes. Als ik ergens van hou, zijn het wel koekjes. Hij houdt van koekjes. Die Piet, dan is hij meteen weer een kind. Ah, doe nou, lieverd. Kom erbij. Geniet van de Hugo. Nee! Dit is een sneeuwdag. En op een sneeuwdag spelen we in de sneeuw. Weet je, ik ga gewoon naar buiten en dan ga ik spelen met Daryl en zijn vrienden, oké? Oh. Het is sneeuwtijd. Te koud daar buiten. Oké, de laatste kans om mee te rijden met de sneeuwdagtrein. Kom mee, tjoek, tjoek, tjoek. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Ook goed, dan ga ik gewoon in mijn eentje naar buiten. Dit is super, dit is fijn. In de sneeuw wil ik zijn. Ik hoef niks te overleggen of uit te gaan leggen. Ik vier in mijn eentje de sneeuwdag. Wat een feest, maar dan echt. Het is lang niet zo koud als wordt gezegd. En mijn lachende mond wordt al snel een ijsklomp. Dat moet maar. Wil iemand nog wat chocomel? Er is genoeg voor iedereen. Oh, vul maar bij. En een paar lekkere marshmallows. Dit is zo leuk, joh. Een top idee. Ik voel mijn vingers al niet meer, maar dat is oké.